Nee, ik ben ook wel benieuwd waar ze zitten. Waar moeten Ja. we heen? Ga maar. We zitten nu in F4. Ga maar een beetje naar het noordwesten. Noord-noordwesten, doe dat maar. Ja, oké, Want doe als je ik naar het. het oosten gaat, komt het niet goed. Yo, kijkers, tot ziens, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan wij H1Z1 King op de Kill spelen. Samen met Jasper. Hallo. Hallo. Wij zitten vandaag in de nieuwe H1Z1 map, namelijk Z2 wordt die genoemd. Ja. Jasper, vlieg je achter mij? Ja, oh, je Ja, vliegt ik val voor mij. in de stad. Ja, ik vlieg achter jou aan. Oké, okay, we moeten even kijken, want ik ken deze map helemaal niet. Eerste keer dat ik eigenlijk op de, Kom toen gewoon die naar zo'n gelaunched. gebouw, ja. Kom gewoon naar zo'n groot gebouw. Kut, dit hier kun je niet in. Nee, nee, nee. Oep. Hier, Dat moet je even censoren. Kijk, daar daar naar de benzinepomp. Ja, maar weet je, ik krijg nou geen loot. Nee, hier bij de benzinepomp. Kijk, hier ligt al een AK. Oh, neem jij hem of neem ik hem? Ik als je op Q drukt, hier is trouwens een AR voor jou. Ja, echt? Ja. Hier. Oh, nu is dat met F gedaan. Waar Ja, ligt die dan? hier. En backpacks zijn nu blauw. Hele game is veranderd. Klopt, er zijn heel veel dingetjes nieuw. AR-kogels. Ja, hier ligt ook nog een helm voor jou. Hey, Groene helm? Huh? Waarom ja, is het dan? helmen zijn groen geworden, alleen. Ik vind deze game wel raar aan het worden. Kom. Zo, toen gingen er even een paar dood, mooi. Oh, als ik op Q druk, komt er een bandage. Ja, klopt. Ik vind deze game wel een beetje vreemd. Hey, Beetje. tasje. De hele game is veranderd. Klopt. Hey, hier is ook nog een backpack voor jou. Die heb ik nog niet. Hij ligt hier waar ik sta. Dus blauw. First aid kits hebben nu iets blauws. Deze game is gewoon gebeurd, man. Nee, dit hoort zo. Hey, mijn backpack hoort oranje te zijn. Hey, deze helm, die neem ik mee. Ja, de kleuren zijn veranderd. Ze hebben de kleuren aangepast. Hey, De hier hele ligt nog. tijd op E, maar er gebeurt niks. Dus dan moet ik op F drukken. Er ligt een shotgun voor jou. Wil jij een shot die hebben? Of heb Nee, die jij heb ik alleen? al. De En game. de gas is de map is nu ook al gezet, hè? We zitten er niet in. We moeten heel veel naar het noorden lopen. Dus we moeten nu ook wel gaan. Let's go. Ik heb een AR met 120 kogels. Oh, ik heb gewoon een AK met 30. We moeten eigenlijk een autootje hebben. Eigenlijk wel. Naar het noorden, hè? En het schieten is veel beter geworden. Hitboxes? Wat zeg je? Hitboxes? Of wat is er veranderd? Nee, je kan gewoon veel beter schieten. De map is ook echt mooier geworden. Oh. We zijn uit de map, of uit de stad, en ik heb een FPS boost. Ja? Niet normaal. Ik heb 80 FPS. Op high of niet? Nee, medium. Ik heb 70 op low. En mijn computer was ook goedkoper dan jouw, hè? Ja. Twee keer zo goedkoop. Volgens mij. Nee. Hoe duur was jouw? Weet je dat? Ja, maar dat ga ik niet zeggen, opnames. Oh. Even kijken. Noorden. Nou, we lopen naar het noorden. Waar is de. F7 zitten wij. Oh, twee blokjes. Oh, je hebt nu op de map waar je zit. Klopt, dat hebben ze wel handig gedaan, vind ik. Nog 3 minuten. Dat gaat veel sneller nu met die gang. Klopt, ze hebben dat echt veel sneller gedaan. En ze hebben er ook een nieuwe game mode in gedaan, training. Dat is eigenlijk gewoon H1Z1 King of the Kill, maar dan met respawnen. Ja, dat is wel fijn. Dan kun je een beetje oefenen. Klopt. Heb jij dat al gespeeld? Ja, omdat er zoveel queues waren. Hey, er is daar ook een caravan kampje. Woe. Kunnen zomaar mensen zitten. Maar de graphics zijn wel verbeterd, joh. Eerst wou ik het niet op low spelen, maar nu moet dat eigenlijk wel. Ja, Het ziet maar er gewoon medium graag ziet er ook gewoon mooi uit, hoor. Ik vind low er ook gewoon mooi uitzien. Ziet er niet slecht uit. En caravans zijn trouwens ook zwart geworden. Ja, hier liggen Zwart? AR-kogels. Ik vind het een beetje vreemd dat ze al die kleuren hebben veranderd. Dat hebben ze expres gedaan. Ja, hier zijn al mensen geweest. Ze hebben alles meegenomen. Ze hebben de AR vergeten. Klopt. Is dat ik. Hey, een pistool. Oh, die heb ik al. Oh, nice. Kogels. Nou. Ligt er nog. Oh nee, het is geen backpack. Ik moet even wennen aan die kleuren. Ja. Daar moest ik ook eerst aan wennen, hè? Ik vind het wel een beetje jammer dat ze die kleuren hebben zo hebben gedaan. Want mijn backpack hoort oranje te zijn en hij is blauw. Dus. Ja. Ik denk omdat ze dat hebben gedaan om het laten op te vallen. Het spel moet sneller gaan, denk ik. Vinden ze. Ja. We schieten ook bijna niks op, ja, nog steeds. Oh, we lopen helemaal de verkeerde kant. Oh, nee, niet. Nee, we Nog lopen steeds niet. F7.
We moeten naar die stad toe. Ja. Nee, nu heb je bovenin ook, als er iemand dood was geschoten, staat er een percentage bij. Ja. Wat betekent dat? Weet je dat? Nee. Hoe bedoel je percentage? Ja, nee, dat weet ik niet. Oh, net stond dat er. Ja, kijk. Ja, dat 93,47%. Ik weet niet wat. Misschien heeft hij hem voor zoveel geheerd. Ja. Volgens mij zijn we in de stad veilig. Klopt. Oh nee, we moeten helemaal aan de andere kant van de stad zijn. Echt? Ja, grote stad is dit. Het is eigenlijk een auto. Maar waarschijnlijk, ja. Want ze hebben de auto's zeldzamer gemaakt. Echt waar? Ja, tenminste, ik ben heel veel geen auto's tegengekomen. Ik vind wel een beetje dat ze een beetje laks om zijn gegaan met alle mensen die het spel spelen. Ze hebben alles zomaar aangepast. Maar misschien is het ook niet zo dat ik gewoon niet heb meegekregen. Nee, ze hebben er wel gewoon netjes gezegd wat ze zouden gaan veranderen. Ja, ik vind het wel een beetje jammer dat ze alles heel veel, zoveel hebben veranderd. Ja. Jij loopt heel erg op mij voor. Oh, wat? Jij bent daar pas? Ja. Ja, ik ging soms even op de map kijken. Oh, hier, dit is het stadje waar ik heb testserver ook gespeeld eerst. Hier spande je altijd. Ja? Ik wou nog even loot gaan. Ja, dat lijkt mij wel van. Hey, backpackje, kunnen we... Ja, er. Oh, wat? Hier is eentje dood gegaan, hè? Oh, nee, laat maar. Dat is een ten midden. Zal ik sneakers pakken? Ja, dat kan, maar dat maakt alleen maar meer geluid. Geen nut. Shotgun, shells. We kunnen beter even door gaan lopen, want we zitten nog niet in de safe, volgens mij. Ik klop. Hey, komt er nou een auto voorbij, hè? Ik zie niks. Hey, ik hoorde er wat, denk ik. Ja, ik hoor ook wel wat. Nou, we zitten bijna in het safe. Hey, 10 military voor jou. Hey, AK top. Hier, 10 military voor jou. Oh, hier ligt hij. Equipte die automatisch. Wat? Ja, ik equipte ook de military. Ja. Ik ben jou kwijt. Ja, politieauto volgens mij. Yep, we hebben hem hoor. Killen. We hebben een auto. Oh, je hebt een auto. Ja hoor. Ja, hopen dat sparkplugs erin zitten. Yep. Oh, wacht even op mij. Ja, ik kom ook naar je toe rijden. Ja, hier kun je niet doorheen. Nee, ik kan springen. Met F doen? Ja, ik vind het jammer. Ik heb het weer op E gezet. Alleen als ik moet uitstappen, moet ik op F drukken. Oh, dan kun je niet per ongeluk eruit gaan. Nou ja, dat is wel ik gaaf. Ik had eens een keer, dan werd ik ontploft in de auto, omdat ik... Niet op F drukte, maar op E. Ik zat de hele tijd op E te drukken. Ik denk, waarom lukt het me niet? wij zitten, als het goed is, bijna in de safe. Wij zitten in de safe, als het goed is. Fijn. We kunnen beter een beetje naar die berg toe gaan. Ja, dat was ook mijn... Ja, dat is wel chill dat we nu een auto hebben. Er zijn nog niemand tegengekomen. Nee, ik ben ook wel benieuwd waar ze zitten. Waar moeten we heen? Ga maar... We zitten nu in F4. Ga maar een beetje naar Noordwesten. Noord-noordwesten, doe dat maar. Ja, okay, want als je naar het oosten gaat, komt het niet goed. Hier kunnen we hier niet looten. In. Nee. Ik dacht dat we hier een weg op konden. Wow, volgens mij zag ik iets. Ach. Oh nee, niet. Het is een beetje op je hoede zijn nu. Ja, ik had gisteren speelde ik een potje en toen kwam er iemand achter me aan met zijn auto. Echt? Ja, die anderegene zat ook te schieten. Oh nee, dat was vandaag zelfs. Die zaten dus achter me aan. En de eentje, want ik speelde duo, omdat in solo echt gewoon heel veel er waren. Ja, oké. En toen werd je achtervolgd. Ja, en toen ze gingen op mij schieten en in één keer kreeg diegene een headshot. Nou, we rijden naar de verkeerde kant op. We moeten noord-noordwest, niet noord-noordoost. Nu mag je wel west-noordwest. Oh. Daar zitten allemaal caravans. We kunnen die caravans zagen looten verderop. Ga je gang. Gas komt toch pas over 2,5 minuut. Kijk, caravantjes. Hey, tentjes. Ik spring eruit, hè. Ik heb een gun vast. Ja, ik ook. Ja, hier gaan waarschijnlijk heel veel mensen zitten. Crossbows hebben ze ook minder zeldzaam gemaakt. Bow zeldzaam? Crossbow. Waren die zeldzaam? Ja, ik vond ze haast nooit. Oh, die vond ik altijd. Echt? Ik gebruikte het niet. En first aid voor mij kan vinden. Ja, ik heb er genoeg. Mee. Ik heb er 4 volgens mij. Nee, 3. Oh. Drop er maar 1. Thanks. No problem. Zullen we weer weggaan hier? Ja, hier ook geen campen, maar. Ja, dat kan wel. Military backpack. Nodig. Heb je die nodig? Heb jij die nodig? Ja. Oh, je hebt er nog geen. Jawel, ik ga hem shredden, zodat ik armor kan maken. Oh, ja. Oh, je hebt al duct tape. Ja. Nee, daar had ik nog. Yo, een crossbow, hé. Ja, dat zeg ik net. Oh, die vond je... Oh, nee, ik vond altijd normale boos. Die vond ik altijd. Is er een nieuwe safe zone? Ja, we zitten een beetje ver. Oh, wat? Ja, we zitten niet helemaal meer in het midden. Moeten we dan eventjes weer... Nou, we kunnen wel even afwachten. We hebben toch auto, denk ik. Wat ligt hier? Nog een 10 military. Ah, laat het wel licht. Oeh. Waar de mint? Oh, ik hoorde schoot. Ja, ik hoorde dat ook. Yo, oh. Op ons. Van we gaan waar? Vechten. Van waar? Ja, achter ons. Zullen we gevechten? Ja, kan wel. Zet de auto stil. Dan ga ik daaruit. Ja, maar waar? Van waar kwamen ze in vandaan? Pot. Kom terug.
Nee, ik wil vechten. Ja, maar ik, ze kwamen... Oh. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Nee, het zit niet hey, voor. Ik zie een auto, ik zie... Ja, twee zelfs. Twee auto's. Kijk, zie. Ja. Kijk, ze komen eruit. Ik ah, ik ben dood. Oh, ik heb hem. Kak! Ik ben ook dood. Ik heb er wel eentje. Ik ben 24ste geworden. Jammer. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan blauw duimpje omhoog. Zie ik jullie in de volgende video weer, jongens. Peace. Later.